Studenten komen het lokaal binnen en gaan nog even de laatste berichten sturen via WhatsApp. En het duurt vaak lang voordat de betrokkenheid hoog is. Wil je binnen vijf minuten in je les dat het zweet op de juiste rug komt te staan? Bekijk dan deze korte video. Volgens Philippe Doshi is het activeren van voorkennis zelfs het belangrijkste onderdeel van de les. Studenten leren pas als ze nieuwe informatie koppelen aan wat ze reeds kennen en kunnen. Geven je studenten aan iets te kennen, maar kunnen ze dit niet toepassen? Of blijven studenten fouten maken bij een bepaald concept? Studenten doen dit niet automatisch, dat zal jij als docent moeten organiseren door het geven van een passende werkvorm. Het voordeel is dat studenten meteen actief worden in het begin van je les. Ik ga je twee werkvormen uitleggen die je kunt inzetten om de voorkennis bij studenten te activeren. En deze activerende werkvormen komen regelrecht uit het MBO. De placemat. Het goede van deze werkvorm is, is dat iedereen een taak heeft. Maak groepen van vier personen. Zorg voor een groot formaat papier, liefst flip over, en teken daar dit figuur op. Je stelt een vraag aan je studenten waar ze eerst zelf in stilte antwoord op gaan geven. Dit kan ongeveer max 5 minuten duren. Bijvoorbeeld, hoeveel poten heeft een paard? Oké, okay, geef je even bedenktijd. Vervolgens gaan de studenten in de groep de antwoorden met elkaar vergelijken en schrijven één gezamenlijk antwoord op in het midden van de placemat. Dit duurt max 10 minuten. Je zou daarbij een verdiepende vraag kunnen stellen waar ze in het midden antwoord op moeten geven. Eén voorwaarde. Iedereen in de groep moet het eens zijn met elkaar, met het antwoord wat in het midden staat. Daarna kun je dit klassicaal bespreken of je gaat verder met je korte instructie waarin je dus nieuwe kennis deelt. Oh ja, trouwens, om terug te komen op het paard. Een paard heeft benen. Namelijk Answer Garden, een online activerende werkvorm. Answer Garden is een korte activerende werkvorm dat slechts enkele minuten duurt om het kennisniveau van een klas over een bepaald onderwerp vast te stellen. Je kunt het zelfs gebruiken als feedback tool. Je start je les met een nieuw onderwerp. Als voorbeeld nemen we de term diabetes. Je wil weten welke termen studenten associëren met het woord diabetes. In Answer Garden: krijgen de studenten de mogelijkheid om alles waar ze aan denken bij, in dit geval diabetes, in te vullen. Woord voor woord. Dit kan op de smartphone, tablet of laptop. Als docent maak je een woordwolk waarin de woorden die vaker genoemd werden, groter worden afgebeeld. In plaats van een term kun je ook een vraag stellen aan je studenten. Bijvoorbeeld, noem zoveel mogelijk eigenschappen van. Of wat zijn de voor- en nadelen van? Of bijvoorbeeld, wat denk je dat je nodig hebt om naar het HBO te kunnen? Zorg dat ze korte antwoorden kunnen geven. Succes!